Op 23 juni 2015 overleed zanger Té Lau, maker van Rigoureus, Iedereen is van de Wereld, Slapen, Dromen, Zweten, Het Werk van God en o zoveel meer. Een carrière die meer dan 30 jaar omvatte. In de uitvaartdienst na het overlijden van Té Lau klonk er een prachtig liedje waarvan iedereen dacht: wat is dit? Wat is dit prachtig? Sure, I can leave a light on, let it shine on, leave it till dawn. Sure, I can leave a light on, leave a light on for you. Ik zoek contact met de maker van dat liedje, Pieter van Dessel van Marble Sounds. Pieter, wist jij dat Té Lau of de familie van Té dit nummer zo mooi vond? Hij had het al eens vermeld in een interview. Toen een van zijn laatste interviews was voor de Standaard, dus een Belgische krant. Het was eigenlijk in het Weekblad. Ging het eigenlijk over een uitvaart. En toen had hij al het liedje vermeld. En, dus ik kon het eigenlijk moeilijk geloven. Hij vertelde toen dat hij het met zijn vrouw in de auto zat door Vlaanderen. En dat het liedje op de radio passeerde. En dat hij zo geraakt was door het lied. En dat ze toen direct besloten van oké, dit is voor de uitvaart. Ja. Wat dacht je toen je dat hoorde? Ik was ongelooflijk geflatteerd dat iemand als Té Lau, naar wie ik toch enorm opkijk, dat liedje koos. En ik kon het eigenlijk ook niet geloven. Ik dacht misschien was dat een impulsieve gedachte op het moment zelf. En ik had toen niet willen geloven of zo dat het effectief zou gedraaid worden. En het is eigenlijk... pas jaren later of zo, denk jij mij dan vertelde, dat het effectief is gedraaid is geweest. En ja, dus het was een... Ja, het is een onbeschrijfelijk gevoel natuurlijk. Hè? Want Té heeft zelf zo'n liedjes gemaakt die zoveel mensen weten te raken. En als ik dan als simpele muzikant hem kan raken, dat is iets... Ja, dat is mooi. Ja, kan ik niet anders omschrijven dan mooi. Vecht! Hoe zag jij Té Lau? Ik kende hem natuurlijk niet persoonlijk. Voor mij was dat ook een stem. Hè. Het stemgeluid van Té was onwaarschijnlijk. En ik denk... of als je Nederlands zingt, dan is die stem ook belangrijk. Of zo. Ik weet niet, nog belangrijker dan het Engels. Ik weet niet hoe ik dat kan omschrijven. Hij had zo'n typische stem. Zijn teksten waren... categorie. Dat zijn echt zoveel mooie one-liners gemaakt in die liedjes en zo mooie teksten geschreven. En hij had toch een heel typisch gitaarspel ook. Er zat een bepaald de scene-element in al die liedjes van hem. Hij had een heel... zijn gitaarspel was ook heel herkenbaar voor hem. Ik hoorde direct van oké, dit is een riff van Té Lau. Dat herkende je zo. Jongen, oh jongen, wat heb je lang? Ik heb begrepen dat jij ook even aan die 23 juni hebt gedacht. Dat hij 5 jaar geleden overleed. Want je hebt een nummer van Té Lau gecoverd in het Nederlands. Je zei net zelf ook al, de Nederlandse taal die vraagt om wellicht een andere manier van zingen. Of hoe werkt dat?
Het is een beetje met schroom dat ik Nederlands zing. Ik vind het altijd moeilijk, maar ik begin het graag te doen eigenlijk. Ik heb inderdaad een liedje van The Scene gecoverd en ik had eigenlijk al de aanzet van die cover gemaakt al meer dan een jaar geleden of zo. Gewoon omdat ik zin had om een paar liedjes op te nemen in het Nederlands. En teksten schrijven in het Nederlands, daar moet ik nog een beetje in komen. En ik heb ook niet de ambitie om daar heel, heel ver in te gaan. Maar ik heb dan een paar liedjes gekozen die mij heel nauw aan het hart liggen. Waaronder ook Slapen, Dromen, Zweten van The Scene. En ik heb die een jaar geleden zo beginnen opnemen. En gewoon omdat ik zin had, meer niet, zonder echt veel structuur of ambitie. En toen dacht ik van, ik moet ergens misschien toch een aanknopingspunt hebben om die, ja, het liedje van The Scene af te werken. En ik dacht dat het mooi was om bij ja, 5 jaar overlijden het liedje af te werken en ja, de wereld in te sturen. Ja, en ook gewoon thuis opgenomen dus. Ja, gewoon thuis opgenomen. Dus tijdens de lockdown heb ik met Marble Sounds al een paar ja, de typische lockdown-filmpjes gemaakt. Zoals er zoveel zijn. Maar ik snap ook waarom er zoveel zijn. Omdat het als muzikant een enorme uitlaatklep was. En het was ook heel fijn om zo'n dingen te doen. Dus ik heb de kunde die ik toen heb opgedaan, gebruik gemaakt. En ook het filmpje gemaakt bij de cover van The Scene. Mijn hand zakt naar de tafel en het mes. Aan de afgrond voel ik me het best. Daar waar liefde groeit, daar waar liefde bloeit, ga hiervoor en zeg. Slordig alles wat ik heb gedaan. On-Hollands, maar daar komt het niet op aan. De tegenstand is groot, de medestand is dood. Het is een slag waar niemand.
Waarom slapen, dromen, zweten? Voor mij was het een beetje een obscuurder nummer. Ik weet niet waarom. Ik weet niet of dat in Nederland een grote hit was. Dat weet ik eigenlijk niet echt. Alleszins, ik associeerde, wel, mensen associeerden de scene meer met blauw en iedereen is van de wereld. Maar slapen, dromen, zweten was een nummer dat altijd in mijn achterhoofd zat. En vandaar de keuze. Het is gewoon een heel, heel prachtig liedje. We hebben hem een keer of 2-3 opgenomen. Waarvan één keer op radio en 2 keer volgens mij ook op tv. En ik vond met name die ene met strijkers vond ik echt aangrijpend mooi weer. Ja, ja, absoluut. Die 2-meter-sessie die hij toen gedaan heeft. Ja, die is voor mij wel een stuk bekender dan de originele plaatsversie. Ik ben nu, met de cover die ik nu gemaakt heb, ben ik ook wel eens op zoek gegaan naar de originele versie, de plaatsversie met de band. En die is eigenlijk heel moeilijk te vinden. Ik heb iemand gevonden die het voor mij gevonden heeft. Het is echt moeilijk te vinden. Die is eigenlijk, de originele Slapen, Dromen, Zweten is niet op de Belgische iTunes Store te vinden. Het is alleen in de Nederlandse iTunes Store. Dus ik had iemand nodig met een Nederlandse creditcard. Dus het is een echt precies een obscuur nummer. Ook al vind ik het een van de beste DC-nummers. En de akoestische versie van de 2-meter-sessie is wel degene die mij bekendst in de oren klinkt. Ja. Het nummer trekt daar wat meer, hè? Ja, ja. En de strijkarrangement is zeer mooi. En het toffe aan het nummer is ook die tweede stem. En dat komt er nog meer uit in die sobere, uitgeklede versie van de 2-meter-sessie.